wel helemaal kapot. Ja. Nou al. We zijn hier met meneer Errol Zimmerman, zie ik hier in tuinzicht op het veld. Errol Zimmerman, de bekende Glory-vechter, K1-vechter, ONE-FC, alles heeft hij al gedaan van Hammers Gym. Hey Errol, je bent nog steeds professioneel bezig, maar ik zie je hier met de kids, met de jongeren in de wijk tuinzicht. Wat ben je allemaal aan het doen, man? Wat is hier aan de hand? Ja, we hebben een leuk initiatief genomen voor de kinderen. We komen van een moeilijke periode, maar een kind moet toch kind blijven. En ja, onze buurt, wij Breda, kijken toch uit naar onze kinderen. Dus we doen wat leuk voor de kids in Breda. Hartstikke leuk, man. En hoe vinden de kinderen het om met de grote Errol Zimmerman te kunnen trainen en sparren en doen? Ze vinden het heel leuk. Ik heb heel wat klappen net gekregen. Dus ze hebben het eigen uitgeleefd. En ze zijn nog bezig. Niemand... Ze vinden het heel leuk allemaal. Ja, ik denk dat het heel goed is. En luister, ik hoorde dat jullie dit in verschillende wijken doen. Volgens mij gaan jullie morgen naar het Westeinde. Dus jullie gaan alle wijken een beetje af om de kinderen en de jongeren een beetje bezig te houden in deze moeilijke tijd. Ja, we gaan morgen zijn we dan in het Ginneke. En ja, daar doen we eigenlijk hetzelfde. Misschien met wat andere dingen, wat andere mensen. Maar we proberen dagelijks wat te doen met de jeugd. Oké, nou hartstikke mooi initiatief van jullie, man. Hartstikke leuk om jou hier te zien. En ga maar snel aan de gang, want ik zag alweer een paar sparksparters staan. Dankjewel. Zijn we hier met Samir Boekidous, voormalig profvechter en nu in retirement, maar toch assisteert ook bij het bekende Hammers Gym. Samir, hey, na zo'n profcarrière, een lange carrière in het kickboksen en assisteren bij echte kampioenen, zit je nu tussen de jongeren, de jeugd zie ik in de wijk Tuinzicht in Breda. Hoe komt dat zo? Wat ben je aan het doen, man? We zitten in een moeilijke tijd, zoals iedereen weet. Onze vrijheid is een beetje afgepakt. En wij professionals, wij hebben onze tijd gehad. En we willen de jongeren natuurlijk ook hun mooie tijd geven in deze moeilijke tijd. Dus heeft Nick Hemmers mij gevraagd of ik hem een handje kan helpen. En hier zijn we dan. En de kinderen hebben het hartstikke naar hun zin. Ja. Ja, ze zitten al weken, maanden thuis. En je ziet dat ze gewoon helemaal gelukkig zijn en blij. En ze vinden het heel leuk. Ja, top man, top. Ja. En ik hoor dat jullie dit in meerdere wijken doen, dus ik vind het hartstikke mooi initiatief. Ja. Hey, helemaal goed, hou vol en ze kunnen ook een beetje de agressie kwijt, zie ik hier. En ze hebben er lol in. We doen het niet alleen in moeilijke tijd, we helpen mensen altijd, maar doen het gewoon extra goed en extra leuk. Oké, dankjewel, top initiatief. Ja.
Is dat vermoeiend, dat kickboksen dan? Nick Hemmers hier in Tuinzicht in Breda. Nick Hemmers, eigenaar van Hemmers Gym. Hemmers Gym, toch wel 36 jaar al actief in Breda. Nick, bekend niet alleen in Breda, maar over de hele wereld. De grootste kampioenen voortgebracht. En nu zie ik je hier met allerlei kinderen en jeugd en jongeren in de wijk Tuinzicht in Breda. Wat het, hoe komt dat zo? Omdat ik ben geboren in Tuinzicht. Ik heb natuurlijk de zaak van mijn vader en mijn broer overgenomen 12 jaar geleden. Dus we zijn dus kickboxers. Maar ik zie dat er hier in de buurt nu vanwege de coronamaatregelen ook, dat mensen, de kinderen hebben niet veel meer te doen. Dus heb ik uit eigen initiatief, heb ik Breda Actief, met Jaap, medewerker van Breda Actief gesproken. En daar heb ik tegen gezegd dat ik mijn eigen hart wil gaan maken voor de jongeren en mijn inzet aan hun wil gaan tonen, omdat ik nou ook iets minder te doen heb. Ik reis niet veel meer nu. Dus dat was eigenlijk mijn insteek en dat hebben we goed opgepakt. Dus nu hier in samenwerking met Breda Actief en het bestuur van Boyke spelen over deze speelplaats. Maar, sorry dat ik in de reden val, maar ik hoor ook, want je hebt het nu over Tuinzicht, maar dat jullie dit ook in andere wijken gaan doen. Dat je bijvoorbeeld naar het Westeinde gaat. Tuinzicht en Westeinde ik vrij bekend ben onder de jeugd. Ik heb een vriend van mij, Jamie Weijers, die komt uit Westeinde. Dus ik wil dat samen met hem op gaan pakken. En dan met het bestuur van de grote speelplaatsen hier in Tuinzicht. En dan waarschijnlijk ook Westeinde willen wij een goed team klaar gaan zetten. Wat hier is voor de jeugd, een aanspreekpunt, een bezigheid voor de dag. Gewoon de stukken die hier blijven liggen. Die moeten aangepakt worden door mensen die uit de buurt komen en bekend zijn in de buurt. En dat zijn wij. Mooi man, mooi dat jullie dit doen. Ik zie ook dat iedereen heel erg enthousiast is, die kinderen en ook die jongeren. Loopt ook allerlei leeftijdsgroepen zie ik hier rondlopen. Nou, ik zie dat ze plezier hebben, ze kunnen een beetje, agressie wil ik niet zeggen, maar ze kunnen zich uitleven. Sporten is gezond en daar word je ook vrolijk van, is gezond voor het lichaam. Dus dat af wordt genomen van ons, dat vinden heel veel mensen onbegrijpelijk. En ik denk dat kinderen vooral dat heel erg nodig hebben, want tegenwoordig is het alleen PlayStation. Dit soort dingen zijn gewoon heel goed voor de ontwikkeling van een kind. Heel mooi, nou ik wens jullie alle succes en ik hoop dat het door blijft gaan, dat jullie steun blijven krijgen vanuit de gemeente bijvoorbeeld, hè? Ja, dat moeten we nog gaan zien of dat gebeurt. Oké. Okay. Eigen initiatief. Nou. Met Breda Actief en bestuur Boyke spelen. Oké, okay. Nou, succes. Dankjewel. Okay.